sta je bij Willeke van Zanten, klopt, van de gemeente Amersfoort. Ja. Wat doet Willeke? Ik maak bestemmingsplannen. En onder andere het nieuw bestemmingsplan voor Vathorst en Hooglanderveen. Ja. En je had vanavond een presentatie hier in het informatiecentrum? Ja, presentatie was niet helemaal het juiste woord. Maar inloopbijeenkomst, mensen kunnen kijken. We willen graag laten zien wat we doen. En kijken met de mensen, kijken van of het klopt wat we aan het doen zijn. Ja. En gewoon ook een beetje input verzamelen. Nou, dat lukt. Ja, want je hebt heel veel formulieren. Ja. Laten we zien, want ja, jullie hebben allemaal... Kijk. Ja, mensen schrijven op wat ze zien, wat ze vinden. En daar gaan wij naar kijken en eventueel passen we het plan daarop. Leuk. Ja. Belangstelling? Ja, goed. Goed, hè? Goed, heel goed. Ja. Maandag in de Dissel en vandaag hier. En dat waren beide avonden heel goed. Ja, maar allebei ook heel verschillend, begrijp ik wel. Ja. Hè? Ja. Want ik hoorde net Abdekker spreken en zei, nou, ze hebben allemaal andere... dingen die ze naar voren hebben gebracht, ja, maar wel dingen waar je mee vooruit kunt. Absoluut, ja. Okay. Ja, ook dingen waar wij zeg maar met het bestemmingsplan geen oplossing voor kunnen bieden, ja, maar die we zeker kunnen bundelen en bij de juiste personen neerleggen. Ja. Nou, ik denk dat het heel belangrijk is, want het brengt de ambtenaar en de politiek en de burger weer wat beter bij elkaar. Ja, hè? Ja, zeker weten. Nou, ja. Prachtig avond, dankjewel. Ja. Abdekker is een van de mensen van de Belangenvereniging Hooglanderveen. Die ook bij deze opkomst zijn van het bestemmingsplan. En er zijn twee avonden georganiseerd. Hè? Ja. En jullie hadden hem van de week in de Dissel. Nou, niet wij hadden hem. Er waren twee precies dezelfde avonden. Hier in het infocentrum en in de Dissel. Ja. En uiteraard waren er meer veners in de Dissel. Maar we hadden hier ook nog wel wat verwacht. Ja. Dus vandaar dat wij ook hier naartoe zijn gekomen. Ja. En met het idee van als er vragen waren, dat jullie die in ieder geval eventueel zouden kunnen beantwoorden? Nou, je hebt aan het begin van het jaar, toen de wethouder per ongeluk riep van we gaan Hooglanderveen maar in Vathorst plakken, ja, heeft dat behoorlijk wat emotie opgeroepen in het dorp. Ja. Terechte emotie, want het ging gewoon om een brute overval. Ja. En we worden er niet alleen maar slechter van. Het bestemmingsplan heet Hooglanderveen en wij zijn hier om mensen uit te leggen dat wij ineens veel meer te maken krijgen bestemmingstechnisch met onze buren. Ja. En dat is een groot voordeel, want het grootste gedeelte van onze groene zoon zit bijvoorbeeld in bestemmingsplan Vathorst. Ja. Hele nieuwbouwwijken die zichzelf... En wij vinden dat ook echt tot het dorp rekenen. Mm-hmm. Dat is bestemmingsplan Vathorst. Nou, ja. Het wordt nu één bestemmingsplan. Ja, het heet Hooglanderveen en Vathorst. Dus er zijn wat emoties gespaard gebleven. Maar we kunnen verder praten over de ontwikkeling. De moeizame ontwikkeling van Vathorst. Ja. Ja, want er zijn een paar hete hangijzers denk ik nog in het vooruitzicht. Nou, er zijn wat over heel Vathorst zijn er natuurlijk wat hete hangijzers. Maar dat... Het gaat achter gesloten deuren, dus wij weten alleen wat bedragen. Maar we hebben dezelfde problemen als Vathorst, alleen we praten niet met elkaar. Ja. Schoolgaande kinderen op de Laakboulevard, die lopen zometeen nog grotere risico's, omdat er aan de zuidkant, aan onze kant van de boulevard, een Macro komt en misschien een Mediamarkt en een benzinestation. En als knooppunt Hoevelaken niet doorgaat, komt er nog veel meer verkeer. Dat eigenlijk de afslag Amsterdam had willen hebben over de rondweg. En dan krijg je rare verplaatsingen van verkeer, meer sluipverkeer. En we krijgen natuurlijk meer sluipverkeer, want de wethouder kan wel roepen in 2015 is alles klaar. Ze zijn tot 2023 bezig met knooppunt Hoevelaken en dan moeten er geen rare mensen dwars gaan liggen. Ja. Want dan duurt het nog langer. Dus die rondweg... Die zowel Hooglanderveen als alle andere wijken van Vathorst moet ontsluiten, die werkt niet. Ja. Ons verkeer is ook jullie verkeer, want alles wat er bij ons niet langs kan, dat gaat er langs de Laakboulevard langs. Ja. We kennen hier niet een actieve belangenvereniging, jammer genoeg. Misschien wordt het tijd dat ze daar weer wat aan gaan doen. Of als je geen actieve belangenvereniging hebt, probeer in ieder geval contact te leggen met een groep die wel probeert actief te zijn. Ja, nou, dat is een mooie uitnodiging, Ab. Ja.
Ik bij deze, naar de Vat Horstenaar, van denken jullie hetzelfde en hebben jullie ondervinden dezelfde problemen? Kunnen jullie altijd met de Belangenvereniging Hoogland en Veen ook contact zoeken? Ja, we zouden in principe meer samen kunnen doen. Ja, eigenlijk de indruk overal. Ik vond in Hoogland en Veen zat er minder boosheid in de opmerkingen. Nou kan het ook wel zijn, omdat Venus misschien al 20 jaar boos zijn. Ja. Dus dan gaat dat, ja. Dat ebt een beetje af. Maar wat je hier proeft, is dat mensen zeggen van ik heb 3 jaar geleden een huis gekocht. En dat is wel hetzelfde huis uit de brochure. Maar verder klopt er niks. Dus mensen hebben een investering gedaan. Ja, die hebben prachtige plannen gemaakt over hun nieuwe huis. Hun nieuwe woonomgeving. En je krijgt dan al... De kopers de recessie over je heen. Mm-hmm. Dus je ziet je investering minder waard worden. En dan gebeuren er ook nog dingen die niet volgens afspraak zijn. Mm-hmm. Ja, wat zou hier komen? Ja, daar zouden 201 kachel komen. Ja, dat zijn nu toch appartementencomplex geworden. Ja, dat soort dingen. Dat is, en dat proef je hier meer dan in Hoogland en Veen. Omdat dat feitelijk, dat is af. Ja. Ja, maar de belangstelling op zich, hoe vond je die? Hier enorm. Ja. Ja? En in Hoogland en Veen ook grote opkomst. Dus het leeft gelukkig wel dit soort dingen onder de bevolking. Ja, dit is heel belangrijk. Ja, dat we dit soort procedures gewoon hebben, dit soort avonden. Het enige wat er uitkomt is, in het bestemmingsplan zit een stuk flexibiliteit. De coalitie heeft ook verteld, wij gaan globaal bestemmen. De mensen die hier wonen en de mensen die in Hoogland en Veen wonen, willen niet globaal bestemmen. Die willen gewoon weten, ik heb een huis gekocht, dit waren de afspraken en daar hou je je aan. En wil je er niet aan houden, dan zul je gewoon een procedure moeten voeren waarbij je inspraak hebt. Dus niet, we wisselen van bestemming of dit komt beter uit. Of, nee, gewoon vastleggen, afspraak is afspraak. Nou, Ab, zet het goede werk voort. Ja, er staat nog een gevecht voor je. Ja. Bedankt.